Dames en heren, van harte welkom bij dit aftrapmoment voor een procesvoorstel voor de nieuwe cultuurvisie. Zo begint in de gemeenteraad de eerste vergadering van een serie van 3 vergaderingen die uiteindelijk tot een besluitvorming gaat komen. De gemeente Almelo maakt in haar besluitvorming gebruik van het BOP-model. Dit model heeft 3 stappen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Hoe gaat dit in zijn werk? De eerste fase is beeldvorming. Raadsleden verzamelen informatie over een onderwerp. Er wordt nog niet gedebatteerd, alleen informatie opgehaald. Burgers kunnen ook meedoen door bijvoorbeeld in te spreken of via Mentimeter, waarbij mensen vanuit huis kunnen meewerken aan de beeldvorming bij de raad. In deze stap krijgt de raad een zo goed mogelijk beeld van de situatie. Jullie hebben in ieder geval een goed beeld kunnen vormen om vanavond dan een oordeel te vellen over dit voorstel. In de oordeelsvormende stap gaan raadsleden de informatie bespreken en gaan ze in debat. Ze proberen elkaar te overtuigen van hun standpunten en er is ook ruimte voor het college van burgemeester en wethouders om uitleg te geven over hun voorstellen. Het lijkt me goed dat we nu met elkaar gewoon naar de besluitvorming gaan, want uiteindelijk moet u met elkaar vanavond een besluit nemen. In de laatste stap, de besluitvorming, gaan de raadsleden stemmen over het voorstel. Ze kunnen alleen nog wijzigingen voorstellen, maar geen grote veranderingen meer maken. Dan breng ik nu het voorstel in stemming. 12 stemmen tegen en 22 stemmen voor is dit voorstel aangenomen. Als het voorkomt dat iedereen het eens is met elkaar, wordt er in deze stap alleen maar gestemd. We gaan de avond afsluiten. Dank jullie wel. Ook de mensen op de publieke tribune en de mensen thuis voor jullie aandacht en jullie input en jullie tijd. Fijne avond.